Wat gebeurt hier nou weer? Oké, gaat er nou weer wat fout? Yo! Yo! Is dit... Yo Nintendo fans en yo Pikachu Army! Ik heb een kerstbal aan mijn headset, want het is bijna kerst. Merry Christmas! En ik heb een gloednieuwe camera. Hoe vet is deze camera, jongens? Het is zoveel mooier! Wil je ook in de Pikachu Army? Druk even op die abonneerknop hieronder. Is gewoon gratis. Kan je gewoon doen. En dan ga ik nu eens kijken of ik dan eindelijk Pokémon kampioen kan gaan worden. Hoppy staat hier al klaar voor ons, jongens. Hoppy is er klaar voor. Maar ja, die gaat geen Pokémon kampioen meer worden, want die hebben we al verslagen. Hop zeg, hier is het. Dit is Winden Stadium. Het mooiste en het grootste stadion in heel Galar. Jij gaat de hele wereld de beste battle ooit laten zien. Ga jezelf inchecken. Is goed, man. Challenger Pikachu, we've been waiting for you. De vorige keer heb je de halve finales gewonnen en nu moet je het tegen de gymleaders gaan opnemen. En ze houden zich niet in. Degene die het langste volhoudt, die iedereen verslaat, mag het op gaan nemen tegen de kampioen. We zijn er klaar voor, jongens. Let's go! Laten we dan eindelijk gaan proberen om Pokémon kampioen te worden. Hier zijn ze allemaal. Ja. Kijk, Nessa is er ook weer. Pierce is er weer. Pierce gaat denk ik weer niet Dynamaxen. Ik hoop alleen niet dat ik nu weer tegen Beam moet, want die heeft mij de vorige keer echt keihard genakt. Dat was echt een probleem. Ik heb echt zelden dat ik van gymleaders verlies, maar van Beam had ik gewoon verloren. Hoe dan? Ik wil dat niet nog een keer. Kijk, Gordy is er ook weer. Die deed heel stoer, maar dat was eigenlijk heel makkelijk. Ik vind het wel echt heel vet om al die gymleaders hier te zien staan. Ze bereiden zich allemaal op hun eigen manier voor. Beam is hier aan het vechten tegen zo'n punchback. Ryan zit hier lekker te chillen op zo'n bankie. Nessa staat hier ook een beetje gefocust te zijn. Terwijl Milo en Gordy die zijn lekker een beetje aan het ouwehoeren samen. Tegen wie moet ik als eerst? Kan ik dat zien? Hier, dit zou het schema moeten zijn. Tegen wie moet ik? Ik weet niet tegen wie ik moet. De openingsceremonie gaat beginnen. Ik ben ready, jongens. Let's freaking go. Daar gaan we, jongens. Nummertje 4 op de rug. De openingsceremonie staat op het punt om te beginnen. Ja hoor, kijk hem. Leon, yo man. Ik ben jullie kampioen, Leon. De chairman is hier niet, maar ik hoop dat niemand het erg vindt dat ik eventjes de introductie doe. Hier zijn alle gymleaders en de Pokémon trainer. We gaan nu battlen om uit te vinden wie de sterkste uitdager is van allemaal. Laat de wedstrijden beginnen. Lekker gedaan, Leon. Dat heb je goed gedaan. Wat gebeurt hier nou weer? Oké, gaat er nou weer wat fout? Yo. Yo. Is dit... Dit is Bidder! Ga weg, jongen! Wat doe jij nou hier? Bidder zegt één moment, lieve mensen. Is er iemand hier die mij zich herinnert? Ik ben Bidder! De uitdager die zich terug moest trekken van de gym challenge. Wauw! En wat kom je doen dan? Hij zegt, ik heb nog een appeltje te schillen met Pikachu. Ik ben me bewust van dat dit tegen de regels is, maar ik moet het alsnog vragen. Laat mij Pikachu battelen. Als ik verlies, dan zal ik geen trainer meer zijn. Oké, hij zet heel zijn carrière hier op het spel. De commentator die zegt, oh, dit is echt spectaculair. Dit hadden we niet verwacht. De vroegere uitdager BD is langsgekomen hier te komen battelen. Ze zijn nu aan het overleggen wat ze met deze challenger gaan doen. En ze vragen of iedereen even geduldig wil blijven. Even rustig gaan. Wij moeten even overleggen. BD zegt, ja, ik snap dat het super stom is van mij, maar ik moest gewoon iets doen. Ik moest iets zeggen. Sinds jij er bent, is alles verkeerd gegaan. Oliana vroeg hem om de Wishing Stars voor de chairman te gaan verzamelen, maar toen heeft de chairman me onttroond. En toen was er die rare oude vrouw, die kwam uit het niks en die sleet me in een bootcamp voor Fairy-type Pokémon. Helemaal in het roze moest ik me bezig gaan houden met quiz en battelen met Fairy-type Pokémon elke dag. En nu ben ik hier, ik stort mijn hart voor je uit. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. De champion heeft, oké, die heeft bij deze uitdaging geaccepteerd. Nou, lekker, dan moeten we tegen gaan battelen. Nou, kom maar op dan, jongen. Hij zegt, mijn wil is nog niet gebroken. Oh, jongens. Bidder is een van de meest wacky characters. En nu is hij ook nog een Fairy-type Pokémon gym leader trainer die er even een mawaal uitstuurt. Ja, ik begin met Grimmsnarl. Kom maar op, BD. Laten we dit even gaan doen dan. Ik heb alleen weer totaal geen chille counters gewoon voor mawaal. Dit is wel echt een beetje naar... Ik gooi Colossal eruit, maar als ik nu een verkeerde move op mijn bakkers krijg, dan heb ik alsnog een probleem. Play rough. Oké, gelukkig. Dat is helemaal prima. En dan kan ik nu Heat Crash gaan doen. Ik denk dat ik hem daar wel mee versla. Kijk, Iron Head. Oké, valt ook wel mee. Oké, nice. Maar wel, soms is al voor de helft kapot door mijn Rocky Helmet. Dat is echt zo'n fijn item. En kijk, hoppakee. Dat is Pokémon nummer 1, jongens. Later.
Surfage en Orbeedle beiden een level up. Ik ga Orbeedle straks even wat rare candies geven, denk ik. Nu tegen Gardevoir. Ja hoor, Gardevoir. Hallo. BD zegt één moment, lieve mensen. Oh, ik moet de vraag van de dag nog weer aanpassen. Oh, waarom vergeet ik dat altijd? Oké, de vraag van vandaag is niet echt een vraag, maar meer een opdracht. Geef BD een cijfer. Ik ben heel benieuwd wat jullie van BD vinden, jongens. Misschien vinden jullie BD wel echt een super tof character. Dat kan ook, hè. Dat ik de enige ben die BD gewoon een beetje een chappie vindt. Dat kan, dat kan. Ik weet het niet. Zou zomaar kunnen. Oef. Oef. Ja, ik heb geen goede counters voor Gardevoir. Gaat BD mij dan echt lastig maken? Dat zal toch niet, hè? Het zal toch niet dat ik van BD ga verliezen? Psychic doet altijd pijn. Maar ja, natuurlijk niet op Grimmsnaldje. Dat is super chill. Ondertussen is Gardevoir zichzelf aan het boosten. En doe ik Draining Kiss, zodat ik even lekker wat leven uit Gardevoir kan zuigen. Ik weet niet of hij me nog aan gaat vallen. Misschien heeft hij alleen maar Psychic moves. Oké, dit is Wish. Wat is Wish? Die move die ken ik helemaal niet. Wat is dat? Die gebruik ik echt nooit, joh. Oké, play rough. Nu krijg ik... Auw. Nee. Wish dat herstelt dus gewoon wat HP in een volgende beurt. Oh, die was super sick. Oké, Toxtricity. Wil jij eventjes afrekenen met deze Gardevoir? Want die is best wel een beetje lastig aan doen. Krijg ik weer een Psychic hier op mijn bakkes? Ja, waarom, wat ben ik nou aan het doen? Waarom zet ik nou al die verkeerde Pokémon in? Ik ben echt niet aan het opletten. Dit kan echt niet. Freaking Gardevoir is heel mijn team aan het slopen. Oké, jongens, drum beating dan. Kom op. Doe even die Gardevoir genoeg pijn alsjeblieft. Pap, 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 pap. Is het nu klaar? Oké, Gardevoir is weg. Ik moet echt even beter mijn best gaan doen, jongens. We zijn al twee Pokémon down. Het is nu 2-2. Nu heeft hij een Rapidash, maar dat is geen Fire-type Rapidash. Dus ik zou... Ja, kijk, daar is die. Ik vind deze trouwens helemaal niet mooi. Ik vind het helemaal niet zo'n tof Pokémon. Maar ik kan gewoon Rillaboom als het goed is even houden. Dat die eventjes gewoon deze Rapidash pijn gaat doen. Deze Unicorn. Oh, oké. Okay, bijna in één keer down. Rapidash doet Psycho Cut. Die overleef ik al. Oké. Oké, met Rillaboom lijkt het wel goed te gaan komen. Ja, ga je weer een Full Restore gebruiken, joh. Bidee. Doe nou eens normaal. Slopen. Ja, bijna. Ja, oké, okay, we got this. Die Rapidash die gaat wel down, dat is geen probleem. Nice, tap. Ik ben alleen heel erg benieuwd welke Pokémon die straks gaat Dynamaxen, jongens. Zo'n Dynamax Pokémon zou ook nog wel een probleem kunnen worden. Ik had er eigenlijk gewoon Toxtricity voor moeten bewaren natuurlijk. Want die kan met Poison Fairy wel goed counteren. Ga je deze zo Dynamaxen? Oké, dan ga ik mijn Rillaboom Dynamaxen. Go Rillaboom! Rawr! Ik heb natuurlijk wel een achterstand, want ik heb al wat damage gepakt. Oh man. BD zegt, ik laat je gigantisch krachtig roze zien. Ik hoop dat ik het terrain, nee, genoeg pijn kan doen met mijn niet super effective move. Oké. We gaan hem in twee keer slopen. Moeten alleen even deze klap van het terrain, moeten we even overleven. En dan gaat het goed komen. Wat gaat het? Oh, Max Flare. Ja, wij zijn klaar. Oh, we overleven hem wel. Lekker Rillaboom. We overleven gewoon die Max Flare. We gaan winnen, jongens. Max Overgrowth. En dan is BD gewoon helemaal klaar, hoor. Hoppakeetje. Het terrain is kapotski. Goed gedaan, Rillaboom. Lekker bezig, jongen. Hoppa. BD zegt, ja, ik heb niet gewonnen, maar ik heb iedereen wel kunnen laten zien hoe tof Fairy types zijn. Nou. Oké, dat vind ik op zich een goede attitude nu. Ben je nu gewoon weer chill? BD zegt, nou, ik heb verloren. En de commentator zegt, ja, BD was geen match voor Rickachu. Maar het publiek zegt wel, hey, BD, dat heb je goed gedaan. Dit was een mooie wedstrijd. En het publiek zegt ook, niet stoppen. Restart je carrière. Herstart je carrière. En BD zegt, nou, dit is niet wat ik gepland heb. Als ik jou kon verslaan, dan was alles oké. Zelfs als ik verloren had, dat zouden je terugtrekken gebruiken als excuus om weg te komen van die oude vrouw. Van Opal. Ah, maar jij blijft maar mijn plannen in de war gooien. Nu moet ik mijn training wel continueren. En moet ik wel Fairy-type gymleader gaan worden. Oh man, ik schop weer zijn plannen in de war van BD. Nou, dat was wedstrijdje nummer 1. Lekker, maar tegen wie moet ik nu dan? Ik geef Orbeedle in ieder geval even 2 rare candies. Oké, dan is hij nu level 53. Dan kan hij misschien een klein beetje meekomen. Straks moet ik nu weer tegen Bee, jongens. Nou, ik heb nu wel in ieder geval 1 goede counter voor Bee, denk ik. En dat is Grimmsnarl, want die staat ook op plek nummer 1. De Champions Cup gaat beginnen. De 2 trainers die elkaar gaan tegenkomen in de eerste ronde zijn... Rickachu. Oké, tegen wie moet ik... Oh, ik mag tegen Nessa. Yo, Nessa, yes. Ik vind Nessa sowieso
zo'n hele leuke gymleader. Dus ik vind het tof dat ik nu nog een keer tegen Nessa moet. En Nessa zegt ook, ik kan zien dat je veel sterker bent geworden sinds dat je in mijn Hulbury Stadium was. Ik moet het toegeven, Leon heeft een goed oog voor talent. Maar je bent nog niet de kampioen. En je zal nooit de kampioen worden. Omdat ik, Nessa, jou en Leon allebei gaan verslaan. Ik ga je niet onderschatten. Ik zal ook gelijk gaan dynamaxen. Nou, we gaan het zien, Nessa. Let's go. Let's go voor deze rematch. Ik heb hier zin in. Let's do this. Daar is ze hoor. Gymleader Nessa met haar water-Pokémon. Ik heb natuurlijk wel goede counters voor water-Pokémon. Want ik heb natuurlijk Toxtricity en ik heb Rillaboom. Nou weet ik niet of Grimmsnarl nou echt een hele goede optie is om nu als allereerste in te zetten. Maar ja, weet je, Grimmsnarl staat nou eenmaal gewoon op de eerste plek. Golisser put het Swerve Dance, oftewel hij gaat even lekker zijn stats boosten. Ik doe nog een keertje Draining Kiss. Let's go! Oké. Emergency exit. Dat was het voor Golisopod. Hij gaat even weg. Hij trekt zich even terug. Hij moet er nu tegen een Seeking. Ja, eigenlijk moet ik ook gewoon zo gaan wisselen. Seeking is de sneller. Die doet Aqua Ring. Volgens mij krijgt hij daarmee iets HP. Gewoon een klein beetje HP elke keer terug naar elke beurt. Ja, ik blijf lekker doorgaan met Draining Kiss. Maar zolang ze mij niet aanvallen, dan hoef ik ook geen HP te recoveren, zeg maar. Oké, ze gaan me nu aanvallen, denk ik. Smart Strike. Ik weet niet wat dit voor move is. Het is in ieder geval wel super effective gewoon. Dus dan is het maar goed dat ik Draining Kiss gebruik. Dan krijg ik in ieder geval weer lekker veel HP terug. Critical hit je ook. Nice. Kijk, dan krijg ik echt al mijn HP weer terug. Lekker hoor. Seeking krijg heel wat HP terug dankzij zijn Aqua Ring. Ik ga nog een keer Smart Strike gebruiken. Hoppa. Oké. I got this Seeking. Let's go. Let's defeat the Seeking. Nice. Hoppa. Bye bye. Oké, dan kan ik als het goed is nu ook wisselen. Of wil ik wel wisselen? Ja, ik wil wel wisselen. Ik wil wel even wisselen naar Rillaboom. Die moet het wel kunnen fixen. Oké, first impression. Wow. Dude, ik dacht het gaat wel makkelijk met Rillaboom, maar de first impression doet behoorlijk wat pijn. Oké, Golisopod is down. Godverdikkie man. Die kwam even lekker terug, die Golisopod. Nou, dan ga ik nu maar wisselen naar Toxtricity. Die moet het dan maar even gaan fixen met zijn electric type moves. Hoppa, let's go. En die mag als eerst tegen Pelipper. En Pelipper laat het regenen. Drup. Laat het regenen. Drup. Laat het regenen. Hey. Oké, Overdrive, even serieus. We zijn met Pokémon bezig, we zijn met serieuze zaken bezig. We moeten Nessa wel even gaan fixen. Kijk, hoppakee. Baba Pelipper. Lekker bezig, Toxtricity. Nu mogen we tegen een Beriscute, hè? Dat vind ik echt wel een leuke Pokémon. Ik vind dat een toffe vis. Een leuke nieuwe toevoeging aan de wereld van Pokémon. Oh, Drillrun. Dat doet altijd heel veel pijn. Oké, ik ga even een Hyper Potion gooien op Rillaboom. Dan is die alvast klaar. Strakjes voor de volgende battle als we gaan dynamen. Maxen. Man. Die Beriscuda, wat kom je allemaal doen, joh? Hoe ben je opeens zo sterk? Oké, zijn wij sneller? Nee. Oké, we gaan gewoon kapot door freaking Beriscuda. Holy shit. Wat is dit nou weer, jongens? Waarom? Waar komt die Beriscuda opeens van? Ik dacht dat die helemaal... Ice Fang ook nog. Jongen, hou eens op. En ik ben frozen. Ja, hoor. Oh, maar hij is eruit gekomen. Lekker Rillaboom. Nice, ik dacht dat ik gewoon even een paar beurt frozen was. Hoppakee, Beriscuda, let it go met je frozen. Doe eens normaal joh, gekhuis. Oké, ondertussen is de regen gestopt, dat is nice. En heeft Nessa haar laatste Pokémon, namelijk een Dreadnought. Die gaat ze dynamaxen. Die gaat tegen mijn opnieuw gedynamaxte Rillaboom. Daar is die hoor, Dreadnought. Oké, Nessa, ben je ready? Voor Max Overgrowth. Ik heb je bijna verslagen, chick. Hoppakee. Rillaboom. Ja hoor. En daar gaat Nessa Gigantamax Dreadnought. Kijk hem dan op zijn twee poten. Oké, Dreadnought. Hier komt een Max Overgrowthje voor je. Wordt het een one-shot? Het wordt een one-shot. Hoppa. Lekker Rillaboom. Klasse, jongen. Goed gedaan. Ik ben trots op je. Dreadnought is in één keer weg. Geen probleem. Wij winnen deze battle. Sorry Nessa. Je wordt niet de nieuwe kampioen. Het spijt me. Ik vind je een hele leuke chick. Maar ja. Ja, ik kan er maar eentje een battle winnen. Nessa zegt ook, jij en je Pokémon zijn gewoon te sterk. Zelfs met mijn gedynamaxte partner heb je ons toch kunnen verslaan. Nu ik erover nadenk, Sonja die zei al hoe goed je was. Ik mocht willen dat ik meer had geluisterd naar Sonja toen ze over je vertelde. Maar ik durf te wedden dat iedereen in Galar nu op je gaat letten. Je hebt mijn team verslagen en nu moet je de rest nog gaan verslaan. Alright Nessa, dankjewel. Oh shit, ja hoor, ik moet nu toch echt tegen B. Nee.
Ik moet tegen B. Hey jongens, we moeten tegen B. Ik heb zo lang niet van gymleaders verloren. En in deze game heb ik gewoon één keer van een gymleader verloren. En dat was B. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dat gaat in de volgende aflevering. Jongens, doe even dat blauwe duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je van Pokémon en Nintendo houdt. En wil je mijn lijst zien geven? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En oh ja, zit je nog niet in de Discord? Join de Discord. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!